I'd like to give you an update on a number of issues. Now, as you are aware, Malaysia Airlines lost contact with Ukraine air traffic control, lost contact at 14:15 GMT yesterday. And that was 20 kilometers from Tamak Waypoint, which is an air traffic control terminology in the air. We're working with the authorities to identify the cause of the accident. Now, we are continuing. This is obviously an extremely complex operation. There's many nationalities involved, and naturally with these sort of events, there's a lot of authorities involved, and we've got great cooperation with the Dutch government and the other governments we're working with and agencies to to do our work properly. Now, what we've done here locally at this point of time, all family members of the passengers on board the aircraft have been accommodated at a hotel. We've spoken to all the next of kin who were there last night. We've personally briefed them. We want to ensure we are a caring company, and we want to ensure that they get the best that we have to offer. Now, we have our own care team, and we are also being assisted by the Dutch government and our partners KLM and also from Amsterdam Airport Schiphol. We are updating relatives as we hear information. Now, it is our intention to fly relatives at an appropriate moment to the Ukraine. But I would like to emphasize here is that you can fly into Kiev, but the location where the aircraft actually went down is about 500 kilometers from Kiev, and it is extremely difficult terrain. So we are working on the logistics, whether it's feasible and what the best mode of transport is, but obviously ascertaining if there is a strong need from the side of the next of kin to want to do that. But we're working on that as we speak. We're for the next of kin here and who we've contacted, we are going to give an initial cash payment of $5,000 per passenger to serve for their so-called first needs. You can understand that the next of kin have got a lot of expenses, and we want to give them $5,000 initially. We're in the process of actually withdrawing the money and contacting the next of kin, so that process is in place. What I'd like to do now is go into the aircraft itself. I'm sure all of you are aware it's a Boeing 777-200 operating with Rolls-Royce Trent engines. I'd like to state that the aircraft has had a clean maintenance record. Its last maintenance check was on the 11th of July. The next check was due on the 27th of August. For those of you who do not know, the registration of the aircraft is 9MMRD. Now, the maintenance was conducted at our engineering facilities at KL International Airport. The aircraft was manufactured in 1997 and has had 17 years of service. The aircraft is registered or is recorded 75,322,000 hours. Now, I'd like to state that all the communication systems which we've got on the aircraft were functioning normally at that point. And also to mention that the aircraft is driven by Rolls-Royce Trent 800D engine 2. Now, we've received a lot of questions regarding why was that aircraft actually flying in that area. Now, other airlines, international airlines, were flying through that area simultaneously with us. Now, obviously with the necessary separation, but there were many airlines flying at that point of time through that airspace. We have the view that it's a tragic incident, and it could have happened to any of us. Now, this usual flight route, it's commonly used every day by many airlines, has been declared safe by ICAO, which is the International Civil Aviation Organization, and the crossing was subject, according to IATA, is not subject to any restrictions.
Just for the record, along with other airlines, we are now flying a different route. I'm sure you're aware of that. Aircraft are trekking across different routes now and avoiding that particular point of airspace in Ukraine. Now, this has been an extremely difficult time for, in the first place, for the family. It's terrible. Nobody can imagine what it means to the family. So we will continue to give the latest information, but please believe me, our priority is to the family and all others. We will continue to give you updates through Twitter and our Facebook and our website. Now I'd like to go into the Dutch version. Zoals u weet heeft Malaysia Airlines bericht ontvangen van de Oekraïense verkeersleiding om 14:15 gisteren, dat van de radar verdween. Het vliegtuig bevond zich op dat moment 30 kilometer van Tamak. En dat is ongeveer 50 kilometer verwijderd van de Russische-Oekraïnse grens. We werken uiteraard samen met alle autoriteiten, en dat gaat grensoverschrijdend, zowel de autoriteiten in Nederland als in Maleisië, als iedereen die er belang bij heeft om, om hier antwoorden voor te krijgen en voor een oplossing. Kijken we wat er gebeurd is. Nu, wij hebben alle nabestaanden, die hebben wij verzorgd en zijn we nog steeds bezig met het verzorgen van alle nabestaanden. Die geven ze hulp en ondersteuning. Daarbij worden we bijgestaan. Dus niet alleen Malaysia Airlines staf, maar ook staf van KLM, onze partner. En ook van de luchthaven Schiphol en allerlei andere gemeentelijke diensten die ons nu van dienst zijn. Je moet zich voorstellen hoe verschrikkelijk dit is voor de nabestaanden. En daar gaat onze eerste zorg naar uit. Dat is het allerbelangrijkste voor ons. Wij verzorgen regelmatige updates aan de nabestaanden. Wij zijn momenteel bezig om te gaan kijken of wij, ten eerste of er een behoefte is op een gegeven moment om naar de Oekraïne te vliegen voor de nabestaanden. Dat zijn we momenteel aan het evalueren. Zoals u misschien hebt gehoord gedurende het Engelse gesprek of wat ik zei in het Engels. Het is een hele complex of een hele moeilijk terrein. Dus logistiek is het heel erg moeilijk. Dus we moeten eerst die zaken uitzoeken. Ja? Op dit moment vliegt er een machine van ons vanuit Kuala Lumpur. Dat aan boord heeft een go-team, wat wij noemen een go-team. Die gaat via Kiev. En er worden een aantal mensen daar gedropt in Kiev. En die worden dan gebracht naar de accident site. En dan vliegt hij vervolgens weer naar Amsterdam. Omdat we hebben onze eigen caretakers, wat we noemen caretakers. Maar dat doen we heel nauw samen. Werken we dan met de Nederlandse, wat we noemen caregivers. Dus je zit natuurlijk met taal en dergelijke. Dus we proberen zoveel mogelijk in verschillende talen onze passagiers te woord te staan. En ook afhankelijk van hun culturen, et cetera. Maar nogmaals, dat hele proces zijn we momenteel aan het evalueren. Om de eerste financiële nood van de nabestaanden te overbruggen, gaan wij $5,000 per passagier uitkeren aan de next of kin, of naar de nabestaanden. We zijn momenteel bezig met het proces om dat te verwezenlijken en dus uiteraard ook contact op te nemen met de passagiers. Dus die mensen, nabestaanden, die maken kosten. Ze hoeven niet te betalen voor de hotels waar we zijn. Ze hoeven niet te betalen voor de taxis dat we allemaal doen. Maar ze hebben natuurlijk onkosten en daar willen we ze graag in tegemoet komen. Nu wil ik een paar woorden zeggen over het toestel en het onderhoud. De laatste onderhoudsbeurt, dat vond slechts een week geleden op 11 juli. En de volgende onderhoudsbeurt stond gepland voor 27 augustus. Zoals jullie weten is het Boeing 777-200 versie. Registratie is bekend. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Malaysia Airlines in onze engineering base in Kuala Lumpur International Airport. Het toestel werd gefabriceerd en afgeleverd door Boeing op 1997. En hij heeft 75.322 uren gevlogen. Wat ik met nadruk melden is dat alle communicatiesystemen aan boord van het vliegtuig voordat het verongelukte werkte, functioneerden.
Boeing 777 van ons wordt aangestuurd door twee Rolls-Royce Trent 800 engines. En het toestel heeft plaats voor 282 passagiers. Nu, waarom vloog het toestel in dat gebied? Dat is een veelgevraagde vraag. Op dat moment dat het gebeurde, waren er meerdere luchtvaartmaatschappijen die ook diezelfde route, tracking naar Azië, het is een hele bekende route naar Azië, en er vlogen veel maatschappijen op dat moment. Die gebruikelijke vliegroute werd veilig verklaard door de ICAO. En er werd geen restricties geplaatst door IATA. Dus zoals ik gisteren zei, het was conform. Nu, samen met andere luchtvaartmaatschappijen is er besloten om nu andere routes te kiezen. Dus dat doen we ook. Er zijn alternatieve routes naar Azië. Het is een hele moeilijke tijd geweest voor iedereen. En zoals ik zei, in de eerste plaats nabestaanden. En daar gaan onze gedachten naar uit. We zullen doorgaan met het verstrekken van informatie aan iedereen. Zodra we dat hebben. Ik stel de prijs op om dat te doen als we iets te melden hebben. Anders heeft het ook geen zin. Tevens uiteraard zeggen dat we Twitter, Facebook en onze World Wide Web informatie hebben. Nu, ten aanzien van de samenstelling van de passagiers aan boord van het vliegtuig. Now I'll go into English if you don't mind. You will recall yesterday, if you were here yesterday, that we had difficulty. We have obviously got all the names. Because all the names are on the passenger list. And if you don't have a name, you don't travel. It's as simple as that. And if you don't have a passport, you don't travel either. Now, yesterday we had a great number of where the passport, they couldn't trace it back to the individual. Yeah. Now, that has been brought back that we are matching the passengers with their nationality. We've reduced it to 4. So the 4 passengers who were on the flight, we've still got to match it with the nationality. 4. Only four. We're in the process actually of verifying it. Before I came here, I was told it should take about another 1.5 to 2 hours, but I didn't want to keep you waiting. I know how important this is for you, but I didn't want to keep you waiting. Now, I'd like to go through the numbers as it is known at this point of time regarding the composition of the nationality of the passengers on board the aircraft. Now, we are aware that there are differing numbers floating around. I'd like to emphasize that we are working with the Dutch ministries to verify these numbers that we get it right. We're placing great emphasis on this. We do recognize our intent is to make it accurate, but there may be a few changes here and there. I want to be very clear on that. From the Netherlands, 189 passengers. Malaysia, 29. Australia, 27. Indonesia, 12. United Kingdom, 9. Germany, 4. Belgium, 4. The Philippines, 3. Canada, 1. New Zealand, 1. And as I said before, unverified is 4, bringing a total to 283.